Dus, jij hebt het licht gezien en wilt serieus je benen gaan trainen. Aankomende periode ligt het accent op spiergroei in de quad om flinke boomstammen te creëren. In deze video ga ik je precies uitleggen welke keuzes jij kan maken in je programma om met minimale effort maximaal resultaat te behalen. Ik ga het hebben onder andere over anatomie, intensiteit, volume, frequentie en oefeningsselectie. Ben je ready? Let's go. Get it. Text a message, I don't know the number. Flexing on these niggas, every bone and muscle. Steady taking shots, never hurting them. Even then, y'all don't worry nothing. De anatomie. Welke spiergroepen hebben we in de bovenbenen? En dat zijn er namelijk vier. We hebben de fascis medialis, de fascis lateralis, de fascis intermedius en de rectus femoris. De fascissen, dat zijn een monoarticulaire spier. Dat betekent dat ze over één gewricht lopen en dat is namelijk de knie. De functie van deze fascissen is dus ook het strekken van de knie en dat wordt ook wel extensie genoemd. De rectus femoris is een biarticulaire spier. Die loopt over de heup en over de knie. De functie van de rectus femoris is dus ook het buigen van de heup, dat wordt anteflexie genoemd, en het strekken van de knie. Nou, in de oefeningsselectie ga ik daar dieper op in, hoe we deze functies kunnen laten terugkomen in de oefeningen. Volume. Als ik het heb over volume, dan gaat het over het aantal kwalitatieve werksets per week. En daarmee bedoel ik dat je tot spierfalen pusht of in de buurt daarvan. En onderzoek laat zien dat het volume voor de quads ongeveer tussen de 12 en de 20 sets per week ligt. En dat aantal sets kan je dan verspreiden over het aantal trainingen dat jij kan doen per week. Bijvoorbeeld 12 sets verdeeld over 2 trainingen, dus ongeveer 6 sets per training. Of 15 sets verdeeld over 3 trainingen. En dat zijn dan 5 setjes per training. Mijn advies. Ik raad je aan om met een lager volume te starten. Zo ongeveer tussen de 10 en de 12 sets per week. En vervolgens wil je er dan voor zorgen dat die sets die je doet van hoge kwaliteit zijn. En dat betekent dat die sets met goede techniek tot in de buurt van spierfalen worden gepusht. Vervolgens ga je kijken hoe je daarvan kan herstellen. Merk je dan dat het lukt? Dan kan je er langzaam over na gaan denken om het volume langzaam te gaan verhogen met 1 of 2 sets. En vervolgens ga je dan weer kijken of je daarvan kan herstellen. En zo herhaal je dat proces steeds opnieuw om een volume uit te kiezen dat past bij jouw belastbaarheid. Dan het volgende onderwerp, intensiteit. Je hebt het vast wel eens gehoord. Go heavy or go home. Of you need to train to failure. Maar wat houdt het nou eigenlijk in? Ik ga nu 2 verschillende vormen van intensiteit met je bespreken. Absolute intensiteit. Dat wordt uitgedrukt in een percentage van ons 1RM. Wat vervolgens weer overeenkomt met een aantal herhalingen. Nou, we zien dat een set tussen de 5 en 30 herhalingen even effectief zijn voor spiergroei, mits er tot spierfalen wordt gepusht of in de buurt daarvan. Nou, en dat houdt in dat een zware set van 5 herhalingen op een barbell back squat even effectief zouden kunnen zijn als een set van 30 herhalingen op een leg extension. Want de laatste 5 herhalingen, die zijn namelijk het meest effectief voor spiergroei. En dan de tweede vorm, en dat is relatief intensiteit. Oftewel, hoe zwaar een set voor jou aanvoelt. Kortom, train jij tot in de buurt van spierfalen. Onderzoek laat zien dat het in de buurt van spierfalen trainen nagenoeg dezelfde effecten oplevert als het volledig trainen tot spierfalen. Maar daarnaast laat onderzoek ook zien dat mensen niet zo heel goed zijn in het inschatten van hoeveel herhalingen zij nog in de tank denken te hebben totdat zij volledig spierfalen hebben bereikt. En daarom is het voor jou belangrijk als skill om te leren wat volledig spierfalen is, zodat je daarna een betere inschatting kan maken over hoe ver jij van spierfalen denkt verwijderd te zijn. Alleen kan het soms wel lastig zijn. Daarom ga ik je nu punten meegeven die jij kan meenemen om voor jezelf te bepalen of je in de buurt van spierfalen traint. Het eerste punt waar je naar kan kijken is de bewegingssnelheid. Het tempo van de laatste paar herhalingen van de set zullen vele malen langzamer gaan dan de eerste paar herhalingen van de set. En daarbij gaat het voornamelijk om het tempo van de concentrische fase. Je hebt natuurlijk wel de intentie om zo snel mogelijk te bewegen, alleen lukt dat niet meer vanwege de lokale vermoeidheid die opbouwt. En als dat niet het geval is, dan train je eigenlijk niet hard genoeg. Punt 2 is geluid. Als je in de buurt van spierfalen traint, dan ontkom je er niet aan dat je geluid gaat maken. En punt 3 is moeilijk kijken. Als je in de buurt van spierfalen traint, dan ontkom je er niet aan dat je moeilijk gaat kijken tijdens de set. Dan het volgende punt, frequentie. Hoe vaak ga je je quads trainen per week? En wat is nou eigenlijk optimaal? Nou, dat hangt sterk af van jouw praktische mogelijkheden. Kortom, hoe vaak kan jij trainen per week? Zoals besproken bij het onderdeel volume willen we per week zoveel mogelijk kwalitatieve sets draaien.
Ik raad je daarom ook aan om je volume te verspreiden over 2 tot 3 trainingen per week. Maar dat is natuurlijk wel afhankelijk van hoe vaak jij kan trainen per week. De richtlijn is ongeveer 4 tot 6 sets per training. En voor gevorderden kan dit zelfs oplopen tussen de 8 en de 10 sets per training. Echter lijkt er wel een maximum te zijn van ongeveer 10 sets per training. En nu het leukste onderdeel, oefeningsselectie. Maar de vraag is, wat is nou de beste oefening voor de quad? Eigenlijk is er geen beste oefening. Alleen ik ga je wel punten meegeven waarmee jij de beste oefeningen kan uitkiezen voor jou. Range of motion. Tijdens een oefening wil je ervoor zorgen dat je een grote bewegingsuitslag kan maken over de knie. En dat houdt in dat we de kniehoek zo klein mogelijk willen maken, zodat er een grote stretch komt op de quads, om vervolgens de quads weer te verkorten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het laag plaatsen van je voeten op het platform van een leg press, of je hakken verhogen tijdens barbell back squat varianten, of door bijvoorbeeld een weightlifting schoen te dragen. Nou, al deze manieren zorgen ervoor dat we de kniehoek heel klein kunnen maken en op die manier een grotere stretch kunnen krijgen op de quads. Weerstand surfen. Dit houdt in dat we in een bepaald gedeelte van een beweging meer weerstand gaan plaatsen. Ik raad je aan om voornamelijk oefeningen te kiezen die weerstand plaatsen in de verlengde positie en een aantal oefeningen uit te kiezen die wat meer weerstand plaatsen in de verkorte positie. Voor de verlengde positie kun je bijvoorbeeld denken aan heel veel squat varianten zoals back squat, front squat, leg presses of hack squat, waarin je veel weerstand zult ervaren in de bodem of halverwege. En voor de verkorte positie kun je denken aan bijvoorbeeld een leg extension of een pendulum squat. Wel een kleine disclaimer, bij de lean away leg extension of de sissy squat trainen we de rectus femoris juist in een verlengde positie. Limiterende factor. En dat houdt in dat je ervoor wilt zorgen dat de quad altijd de limiterende factor van de oefening wordt. En daarom kan het handig zijn om soms wat extra stabiliteit toe te voegen. Denk bijvoorbeeld aan het vastpakken van een paal bij split squat varianten of een sissy squat, of door jezelf stevig in de stoel te trekken bij een leg extension. Verder wil je ook niet dat je mentaal of cardiovasculair eerder opgeeft dan musculair. Als voorbeeld, 20 reps op de Bulgarian split squat is geen pretje. Maar 8 tot 10 herhalingen op een Bulgarian split squat is nog te overzien. Daarom is het belangrijk dat je een rep range kiest die past bij de oefening en bij jouw getraindheid. Tot slot zouden bij barbell squat varianten de erectors of de heupen limiterend kunnen zijn in plaats van de quadriceps. Nou, in zo'n geval zou het bijvoorbeeld ook handig kunnen zijn om bijvoorbeeld een machine te gebruiken, zoals bijvoorbeeld een leg press. En dan voorkeur. Het klinkt misschien niet voor de hand liggend, maar is wel super belangrijk. Je wilt ook oefeningen kiezen die je leuk vindt om te doen. Als je namelijk oefeningen kiest die je leuk vindt om te doen, is de kans groot dat je veel effort levert tijdens die oefeningen en op die manier beter tot in de buurt van spierfalen kan pushen. En laat dat nou erg belangrijk zijn voor spiergroei. Als je vervolgens jouw perfecte oefeningen hebt uitgekozen, raad ik je aan om je volume te verspreiden over deze oefeningen over zo ongeveer 2 tot 4 trainingen in de week. Zorg er vervolgens voor dat je met intentie en consistentie deze oefeningen uitvoert, met goede techniek uiteraard, om progressie te kunnen boeken. Dus, laten we dit gaan vertalen naar een weekprogramma. Let wel op, ik heb de quads er alleen even uitgepakt, omdat we deze spiergroep als focus nemen. Schrijf dus goed mee om te kijken hoe je dit mooi kan verdelen over de week, of maak eventueel een screenshot van het beeld. Dan gaan we even de voorbeelden erbij pakken. Ik heb er 2 uitgezocht. In voorbeeld 1 hebben we een totaal volume van 16 sets in de week die we verdelen over 2 trainingen. Nou, we hebben 1 training staan op de maandag, daarin doen we 8 sets. En we hebben een training staan op de donderdag, waarin we 8 sets doen. Ik ga nu even met je de trainingen doornemen. Dus in het voorbeeld 1, op de maandag, hebben we een training staan waarin we de quads gaan aanspreken. Nou, en vervolgens gaan we die 8 sets verdelen en dat kan je op de volgende manier doen. De eerste oefening die we gaan doen zijn Smith Machine Squats. 3 sets van 8 tot 10 herhalingen op een RPE van 8. Dan hebben we de tweede oefening, dat zijn Hack Squats. 3 sets van 10 tot 12 herhalingen, ook met een RPE van 8. En daarna sluiten we af met een isolatieoefening en dat is de Leg Extension, waarbij we 2 setjes doen van 12 tot 15 herhalingen met een RPE van 9. Nou, dan gaan we naar de training van donderdag, waarin we gaan starten met een leg press, waarbij we 3 setjes doen van 8 tot 10 herhalingen op een RPE van 8. Daarna doen we 2 sets belt squats van 10 tot 12 herhalingen, ook met een RPE van 8. En vervolgens gaan we naar de hand-supported Bulgarian split squat, waarbij we 2 sets doen
van 12 tot 15 herhalingen met een RPE van 8. En daarna sluiten we af met sissy squats. Nou, en dan doen we één set van 15 tot 20 herhalingen met bodyweight op een RPE van 9. En in voorbeeld 2 hebben we een totaal volume van 15 sets in de week die we gaan verdelen over 3 trainingen in de week. Op maandag gaan we starten met de eerste oefening en dat is de barbell back squat. We gaan 3 sets doen van 6 tot 8 herhalingen met een RPE van 8. Nou, dat klinkt vrij bekend. En vervolgens sluiten we de training af met front foot elevated split squats en dan doen we 2 sets van 10 tot 12 herhalingen met een RPE van 8. Daarna gaan we naar de training van woensdag en dan is de setup eigenlijk hetzelfde. 2 oefeningen waarbij we gaan starten met de pendulum squat waarin we de meest verkorte positie aanspreken. Dan gaan we 3 sets doen van 8 tot 10 herhalingen met een RPE van 8. En dan sluiten we af met een isolatieoefening voor de verkorte positie. En daarbij gaan we 2 sets doen van 10 tot 12 herhalingen, ook met een RPE van 8. En dan gaan we naar de training van vrijdag, waarin we gaan starten met de leg press. Dat zijn 2 sets van 10 tot 12 herhalingen met een RPE van 8. Vervolgens gaan we 2 sets doen van deficit Bulgarian split squats in de Smith machine. 2 setjes van ongeveer 10 tot 12 herhalingen met een RPE van 8. En als laatste sluiten we af met 1 set walking lunges op een RPE van 9, waarbij we 12 tot 15 herhalingen per been doen. Nou, dit zijn natuurlijk 2 verschillende voorbeelden van hoe je het volume kan verdelen over de week met bepaalde rep ranges en een bepaalde relatieve intensiteit, RPE. Belangrijk is om wel te beseffen dat je natuurlijk de rep ranges en de relatieve intensiteit kan aanpassen aan jouw situatie. Zo, dat was hem dan. In deze video heb je voldoende tools meegekregen om de quads aankomende periode flink op te pompen. Want wie wilt nou niet een Jay Cutler quadstamp kunnen? En ik ben wel benieuwd, wat vond jij van deze mini masterclass? We gaan vervolgens ook deze serie uitbreiden waarin we meerdere spiergroepen gaan behandelen. Daarbij heb ik jouw hulp nodig. Want welke spiergroepen moeten we nog meer behandelen? Als je dat weet, laat het even weten in de comments en wie weet nemen we die mee. En verder ga je in ons online trainingsprogramma Skin in the Game in het derde trainingsblok aan de slag met het maximaliseren van spiergroei. In dat trainingsblok gaan we niet alleen alles behandelen wat we in deze video hebben besproken, maar je gaat ook aan de slag met voeding en leefstijl om het maximale te halen uit elke trainingssessie. Skin in the Game is een opleiding en een trainingsprogramma in één waarin je echt leert begrijpen wat succes is en hoe je dit kan toepassen in de sportschool. Is dit iets voor jou? Check dan ons aanbod op de website.